Nou, gisteren bij de filmpjewerk, jongen, ik heb een onderkin af en toe. Echt niet normaal. En zo dik ben ik nou ook weer niet, maar ik heb gewoon echt een onderkin in sommige hoeken. Dus die moet eraf, maar die gaat er sowieso nog niet deze decembermaand vanaf. Mijn moeder zegt altijd tegen mij, ja, als je voor het avond terug bent, dan mag je mijn elektrische fiets lenen. En ik moet vandaag mijn benen trainen, dus ik ga die elektrische fiets proberen te lenen. Dus ik ga er even nu bellen en dan laat ik jullie weten of ik hem mag lenen, ja of nee. Wat een zorg, hè. Goed nieuws, ik mag die fiets lenen. Maar kijk, zo valt het mee. Ik had het zelf niet eens in de gaten, joh. Zo heb ik gewoon een onderkin. En op TikTok zeiden mensen al van, hey Jade, heb jij een volle gezicht gekregen? Maar ik ben dus nu bang dat het gewoon, dat het slap is en geen onderkin. Dit moet eraf. Dit moet eraf. Ja, kijk dan. Dat gaat eraf. Kokosmelk, 200 ml. Een lekkere grote schep voor je isolate. Die bijna leeg is. Ik moet zeggen, een nieuwe bestellen. Schepje. Ik bestel niet meer de kokos, want als je geen kokosmelk hebt, dan is die shake echt heel smerig. Want het is kokosmaak shake. Ik heb het daar voor de tweede keer gedaan en voor de tweede keer vond ik het eigenlijk echt heel erg vies. Maar met kokosmelk super lekker. Alleen ik ben een beetje van het skere leven, ook bewust. Dus ik wil gewoon mijn shake kunnen mengen met water. Ik had een keertje aardbei en die is gewoon lekker met water. Dus ik ga gewoon weer aardbei bestellen. We moeten wel wat maken van deze vlog. Dus hier zie je dus dat ik op die site ga kijken. Dan ga ik voor de kilo. Normaal gesproken 2,50. Je ziet het prijsverschil toch? Ik zeg net, ik ga voor de aardbei. Ik heb nog nooit frambozen geprobeerd. En wat doen we? Frambozen! En je mag er altijd een dingetje bij uitkiezen. Ik weet nooit wat. Je kan samples doen, maar ik kom altijd pennen tekort in huis. Dus vandaar de pen. Ik ben ook een beetje koopziek. En ik ben gek op goodieboxen met allemaal cadeaus. Dus ik wilde deze heel graag kopen. Ik klik hem aan. En dat kring is gewoon weer uitverkocht. Dus klaar. Nou, ik ga hier gewoon make-up doen. Ik doe mijn haar vast. Ik ben helemaal geobsedeerd met mijn onderkin. Maar maakt niet uit, weet je. Ik ga even opmaken. Ik laat even alles zien. Ik dacht dat ik dit veel sneller had opgenomen. Maar ja, kijk, met 2 plukjes komt alles goed. Nou, hier begin ik dus met mijn make-up. Ik maak het eerst gewoon met een tonic. Gewoon zo'n Nivea micellair water. Ik zeg je eerlijk, ik ben skeer en ik hou van het skeren leven. Maar ik kies voor sommige producten toch wel een beter merk uit. Want het is toch je huid. Ik ga naar de 30 en je moet je huid verzorgen. Deze foundation is trouwens van Kiko. Het is de Holiday Christmas. Holiday, Joyful Holiday of zo. Ja, een nieuwe serie. Ik ben eigenlijk best wel blij met de Kiko. Ik hou eigenlijk heel erg van Kiko. Ja, ik hou van Kiko. Dus Kiko vind ik een heel lekker fijn merk. En ze hebben ook gewoon alles als je er binnenkomt. Ja, je moet er niet als puber zijn er binnenkomen en lekker gaan pikken. Want ze letten allemaal op je. Maar je kan daar echt perfect je spulletjes kopen. Ze komen je helpen. Je kan alles vragen. Vorige keer, ik had echt rot huid. Ik zeg, luister. Ik wil gewoon een mooie huid. Ik zie overal van die moslima's met zo'n hoofddoekje. En die hebben een porseleinen make-upje. Gewoon dat gezicht lijkt wel van porselein. Zo'n mooie hoofddoek en dan zo'n precies porseleinen gezichtje komt eruit. Ik zeg, ik weet niet wat ze doen, maar dat wil ik ook. Nou, toen kwamen we uit op deze foundation. De poeder die ik er nu opgooi, die hoort er dan ook bij. Daarna doe ik ook nog, ja, weet je, ik film eigenlijk te veel, maar ik moet even inkomen. Daarna doe ik ook nog een bronzer die niet van de Kiko is. Een niacinamide of zo. Het is eigenlijk voor donkere vrouwen, maar hij was een uitverkoop. Hè. Ik moet een beetje bezuinigen. Die gebruik ik als blush. Daar krijg ik ook geen pukkels van. En die is volgens mij van Essence. Volgens mij Essence. Ik zou het eigenlijk niet weten. Catrice kan ook. Weet je, één pot nat. Allemaal dezelfde soort. Maar kijk, dan heb ik een beetje diepte in mijn gezicht. Beetje die dikke dop. Klein beetje bijwerken. Maar ja, dat is dus een beetje wat ik tegenwoordig doe met mijn make-up. En ik ga ook altijd sporten. Dus ik maak me op en dan ga ik sporten. Dit vinden mensen raar. Maar ik ga gewoon niet zonder mijn gezicht de deur uit. Dus ik smink eerst mijn gezicht erop. En daarna ga ik pas de deur uit. En nou, zoals je ziet, soms is het wat donker. En dan werk ik het bij met wit poeder. Ik ben een beetje buiten adem. Ik heb net gewinkeld met mijn moeder. En dit is zeg maar een filmpje van gisteren. Die moet ik nog bewerken. Dus ik ben net binnen. En ik ben helemaal buiten adem. Dus sorry voor mijn geheig. En anders zou ik zeggen, pak er een lekkere doosje tissues bij. En een lekkere handlotion als je man bent. En ga even los. Nou, kijk, hier doe ik gewoon mijn oogschaduw. Ik zorg altijd dat die oogschaduw
in een puntje loopt naar mijn wenkbrauw toe. Ja, ik lijk echt op Frits Westerman. Die van RTL, ik kan er niet tegen. Die doet altijd dit. Ja, echt Frits Westerman. Maar dat heb ik dus ook een beetje. Ik doe tegenwoordig op mijn uitgroei. Ik laat mijn haar uitgroeien. Dus mijn uitgroei wordt steeds meer mijn eigen haarkleur. Daar past geen zwarte wenkbrauw bij, geen rode wenkbrauw. Dus ik zat een beetje in de rat van oké, wat moet ik nu doen? Mijn pony kan ik ook niet meer doen, want het is nou een pony waarvan een deel uitgroeit en een deel verf. Staat heel lelijk, vind ik zelf. Dus ik pak gewoon een donker potlood, eigenlijk gewoon zwart. Ik teken haartjes. Ik doe even één wenkbrauw voor. Volgens mij heb ik hem daarna gewoon verwijderd. De hele opname en ga ik verder met anders. Maar ik doe één wenkbrauw, ik teken haartjes en dan pak ik een soort grijs tint. Daar vul ik de rest van de wenkbrauw mee in. En dan zie je dat die een beetje matcht bij mijn wenkbrauw. Dus dat doe ik nu. Kijk, andere wenkbrauw zit er ook op. Door de botox in mijn voorhoofd tegen migraine staan mijn wenkbrauwen ongelijk. Ik had terug moeten gaan. Ik heb ook nog steeds hoofdpijn. Maar ik wil niet zeiken bij die vent. Nou, dit is mijn favoriete mascara van Essence. Princess of zo. Je moet Essence eigen merk heb je daar. En dan heb je met paars een zwarte met paarse letters. Nou, die is echt... Die is top. Die is gewoon top. Nou duurde het me een beetje te lang. Alsof we nou niet kunnen zien hoe ik het... Wacht, ik ga het even regelen, wacht. Ja, ik heb het er maar even uitgeknipt hoor. Het ging te lang door. Nou, deze is niet meer te krijgen. Nummer 215, Summer Lovin'. Iedereen wilt weten welke kleur het is. Je hebt zeg maar van Rimmel, heb je 16 Hour Stay. Een lipgloss met een lipkleurtje die gewoon niet eraf gaat. Maar ik gebruik dat lipkleurtje eigenlijk alleen als lipliner. En dan lijken je lippen gigantisch. Zelfs als je ze niet opspuit, het gaat er gewoon niet af. Soms ga ik douchen, ik krijg het er niet af. Volgende dag zit het er nog steeds op. Het is echt geld waard. Ja, zoals je ziet heb ik echt nu gigantisch dikke opgespoten lippen. Ik ben een beetje te fanatiek geweest bij de opspuitkliniek, bij Dr. Penny. Hij had me al gewaarschuwd. Luister, het wordt niet natuurlijk. Ik zeg, nee, ik hoef niet natuurlijk. Ik wil een opgespoten pornolip. Nou, kijk eens. Hij heeft helemaal naar mij geluisterd. Ik heb gewoon twee worstjes. Maar dat geeft niet. Het is porno zoals ik het wilde. Maar ik denk dat ik de volgende keer toch voor iets minder ga. Maar ja, je kan een bepaald aantal... Ja, je kan zeg maar zoveel milliliter kopen. Het is volgens mij per halve en per hele. Maar niet per half en een kwart. Eigenlijk moet ik dat hebben. Maar ja, weet je, het zit mooi. En dit is eigenlijk zo'n beetje bijna mijn alledaagse make-up. Nou, even een beetje... Ja, je piercing moet altijd schoon zijn. In de zin van geen foundation erop. Vind ik lelijk en onverzorgd. Zeker met neusknopjes en een glimmertje erin. Als daar foundation overheen gaat, vreselijk. Oh ja, een of andere oude blush. Melon, volgens mij van Max Factor. En dan watermelon kleur. Ik heb geen idee, geen idee. Maar dan lijkt het een beetje alsof je leeft. Weet je, ik heb geen kleur in mijn mel. Nu lijkt het gewoon een beetje alsof ik leef. En dan is mijn neuscontour te hard. Doe ik er een beetje witte poeder overheen. Dan lijkt het net alsof het natuurlijk is. Nou, het lijkt nooit natuurlijk. En weet je wat het is? Het zit nu leuk. Geef me een half uur. En mijn kop is baggervet. En hier zie je de foundation vergeten te laten zien. Oké, ik ben zo buiten adem. We gaan verder. Hier laat ik even zien dat ik mijn haar even losgooi. Want mijn haar wordt langzaam aangezond. Ik heb ook gewoon mijn pony niet meer nodig. Grote kans dat ik hem nu weer laat aangroeien. En wanneer die aangegroeid is, dan denk ik... Oh ja, ik wil een pony. Knip ik hem gewoon weer eraf. Nou, en dit is een beetje de look voor als ik ga sporten vandaag. Een beetje wel mijn ponytje wel vast. Het valt niet heel erg op hoor, maar hij moet wel vast. Hij moet wel vast. Nou, kijk dan, ben je net een haai. Hoppatee. Zo, en nu laat ik jullie mijn filmpje zien van TikTok. Ik heb net een TikTok opgenomen, want ja, we moeten wel relevant blijven. Dit is mijn sportoutfit voor vandaag. De legs. En dan vandaag weer benen trainen. Dikke abba veel grip. Ja, het valt nog mee, maar we zijn goed onderweg. Ik kom echt niet vooruit, dus ik ga de fiets niet lenen van mijn moeder. Daar is het te laat voor. Ik ga wel naar mijn moeder toe om even te vervelen. Ik ga even een koffie drinken daar, want zij heeft hele sterke koffie. Krijg het lekker van aan je hart en dan kun je lekker hard trainen. Dus dat ga ik nu doen. Waarschijnlijk slaapt ze en vindt ze het vreselijk dat ik langskom. Omdat ze zeg maar, ja, niet heeft geslapen vannacht. En nog altijd hersenbloedklachten heeft. Maar ik kan niet laten, dus ik ga lekker toch langs.
Ik ben in de sportschool, waar ik normaal gesproken niet wil filmen, maar het is nou rustig. Ik doe hip thrust en ik haat het. Ik heb er een tyfushekel aan. Geen andere woorden voor. Je kan me alles laten doen boven dit. Kijk, tal dikke hol. Ja, het gaat wel goed. Ik ben weer met het wijf. En we gaan naar koopavond, we gaan cadeautjes halen. En mijn telefoon is bijna leeg, dus als ik hierna niks meer laat weten, dan zitten we hoogstwaarschijnlijk in de bek. We lopen in de Primarkt. Ik ben helemaal wild geworden van schoenen die ze dus niet in mijn maat hebben. Dus nou gaan we gewoon afrekenen en ik kan niks laten zien, want er zit heel veel cadeaus tussen. En mijn moeder is helemaal wild. Met een zebrajas. Ik zit nu te wachten op mijn Big Mac menu met mijn kipnuggets en mijn moeder ook. Maar telefoon is bijna leeg. En ik ga veel eten. En daarna gaan we verder winkelen. Volgens mij is het vloggen niks voor mij. Moet ik gewoon normale video's gaan maken. Maar we proberen dat gewoon, maakt niet uit. Ik ben inmiddels al thuis. Ik heb al gedoucht en ik ga naar de bed toe. Dus vonden jullie het leuk? Laat maar weten. Zo niet, dan kappen we ermee. Later!